er werd ons verteld dat als we naar Stockholm gingen, dat we dan een boekje moesten maken. Want dan hadden we iets wat we konden weggeven. Daar hadden we eigenlijk nog zo heel erg over nagedacht. En toen hebben Laura Stams en Janneke Hendricks, hebben in een no-time een ontzettend mooi boekje in elkaar geramd. Het is geen verslaggeving geworden van de tentoonstellingen. Het is geen catalogus geworden, maar je ziet de activiteit die hier plaatsgevonden heeft terug. En toen we eenmaal een boekje hadden gemaakt, dachten we dat het misschien wel aardig was om, als we dat dan teruggrepen naar de oude media, om dat dan gaan te presenteren via de nieuwe media. Dus hebben we vier blogs gevraagd om hier voor één avond, in sync met de snelheid die het internet met zich meebrengt, een presentatie vorm te geven. Ieder blog kreeg zijn eigen eiland en iedere blog kreeg zijn eigen vrijheid om te bepalen hoe dat eiland eruit zou zien. En de vier blogs hebben dat op hele eigen wijze gedaan. We zijn ontzettend blij mee. En we willen graag als dank daarvoor onze productie van de oude media graag meegeven aan de nieuwe. Dus ik wil graag een boekje geven aan Trendbeheer. En ik wil graag een boekje geven aan Kees Komen. En ik wil graag een boekje geven aan Peter Duining. En ik wil graag een boekje geven aan Modspace. Dankjewel. En voor ieder ander is het boekje voor de kosten van twee biertjes te krijgen. Bijna. Maakte het, ja, sluit ik.